Yeah. Nou, we kunnen hem nog een keertje. En maak er een lekkere dikke pasta bij. Dan nam hij een beetje pigment die hij dan nodig had. En dat spatelde hij stevig door zijn verf heen. Ja. En daar met een waaierpenseeltje kon hij dus heel mooi die stokje. Want die was dus heel kort geworden, die verf. En als die verf dan een beetje plakkerig was, die eronder was. Want er schilderde in. Dan moet je een pastelkrijtje maken van Ultramarijn. Ja. Ja, ik gebruik er wel een paletmes voor, maar dat gaat net zo makkelijk. Dat gaat makkelijk, dan kan je schrapen natuurlijk. Ja, ja, precies, dat hebben de drukkers ook. De drukkers die maken zo'n kleur. Als je dan moet verzamelen, weet je, dan... Ja. Even afsnijden. Ja. Je ziet het, hè? Nou, dat gaat snel. Het gaat rap. Ja, nou. Jij rookt pijp. Ik heb jaren pijp gerookt. Ja? Jaren. De mooiste pijp. Waarom ben je ermee gestopt? Omdat ik een hartprobleem kreeg. Oh. Ja. En ik rookte het van 's morgens vroeg en ik maakte mijn eigen mixjes. Ik had geen echt hartinfarct, maar ik kreeg een angina pectoris. Dat was niet gezond in ieder geval. Nee, ik ben gedotterd en weet ik het allemaal wat ze met me uitgehaald hebben. Maar de twee dingen hadden daar volgens mij speelden daar een rol mee. Dat was dat ik me toch niet lekker senang voelde bij die academie die dus alleen maar bezig was met mensen op te schepen met moderne zaken. Terwijl ze nog niet eens wisten hoe ze een doek moesten opspannen. Nee. En... Ja, maar het is altijd dat de kinderen weten precies hoe een computer werkt. Ja. Maar laatst is een band plakken van een fiets. Ja. Nou. Dat doen ze ook niet. Dat is wel genoeg, denk ik. Ja, nou wordt het mooi. Wat is dat nou wat ze doen, die hele donkere boem wat doen? Dat zal ook wel een pigment zijn dan. Ja, onder natuurlijk. Maar ja, daar zit je ook aan te denken. Maar onder, dan is het, alle bijtjes die worden gemaakt met onder natuurlijk. Ja. Een beetje wacht. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook eindeloos. Nou, dat is goed. Van alles eindigen. Ja, dat gaat goed. Volgens mij moet dat ook lukken, hoor. Ja, natuurlijk. Die mixjons die ik nu heb, dat is een hele nieuwe serie is dat. Ja. En dat werkt zo verschrikkelijk mooi, want ik heb er gewoon een dag mee gewerkt. Echt wel? Een dag met maar kun je ook op een agaatsteen dan? Oh ja. Maar echt waar? Het werkt makkelijk allemaal. Het werkt gewoon makkelijk. Bij een bolus verkoop je ook? Ja, ik ook, ja. Ja, want ik doe dat toch gewoon met zie je? Ja, zo mooi.
Mooi, hè? Ja. Nou, ik ga niet alles er doorheen doen, want ik heb het verder niet. Nee, niet te veel, want dat niet te veel, op. Dit is goed zo, ja. Geloof ik. Moet ik iets geliger van, op blauw is dat op, hè? Niet. Dat zie je niet. Ook wel erbij. Even kijken. Ja, een stokje. Ja, deur. Yes. Is het te licht? Oké. Okay. Nou, als je naar de horizon toe geler wordt, niet. Nou, dat wordt naar de horizon toe geler. Ja. Ja, je kan, als je dat dan hier naartoe, een flinke dot grijziging doet. Of grijzer, maar met oker. Als je hier naartoe donkerder wordt. Ja, dan moet je er wat blauw doorheen doen. Blauw en oker. Ja, een heel klein beetje. Wat makkelijker. Is het midden, is dat het centrum van de wereld? Ja. Ik wil niet excellent. Het excellente midden staat het dan. Ja. Uitstellen tot maart 1975. Hè? Ja, klopt, want toen waren we wel bij elkaar. Ja, dat klopt. En toen wilde Dury eigenlijk per se naast jou lopen. En dat mocht toen nog van jou. Nou, dat weet ik allemaal niet. Dat was zo aardig van jou. Dat vond ik heel goed. Ik ben gewoon niet, aardig mens. Dat begreep ik ook heel goed. Ja, dit was een leuk schilderij. Dat is een prachtig schilderij. Maar ja, dat vond ik zelf ook wel leuk. Ja. Er zinderde iets. En Ab zei op een bepaald moment tegen me, nou, je hebt nu wel genoeg geleerd. Je moet maar niet meer komen. Als je nou echt een speciaal probleem hebt, dan mag je me nog wel eens bellen. Maar je kan best op eigen gelegenheid doorgaan met dat schilderen. En toen dacht ik, nu stort mijn hele wereld in. Ik had nog helemaal niet echt het gevoel dat ik vreselijk verliefd op hem was. Maar het waren wel, hoe moet ik dat zeggen, het was de energie waar mijn leven om draaide, die middagjes op het atelier. Omdat je het natuurlijk ook niet tot je door wil laten dringen wat er eigenlijk gebeurt in de relatie. Dus ik dacht, ik moet even weg hier. Toen ben ik naar beneden gegaan, die verffabriek in, even een paar keer de trap op en neer gelopen. En ik gedacht, dit kan niet. Het kan gewoon niet dat ik niet meer naar dat atelier kan. Ik moet een list verzinnen. En Ab was bezig met een schilderij van een meisje in een kanten onderbroekje met een BH'tje met een hele grote bos rood krullend haar. En hij was bezig met het naveltje. En daar kwam hij niet zo goed uit. Toen zei ik zo, mijn trui optillen. Ik heb een heel mooi naveltje hoor. Ik wil wel voor je poseren. En dat, toen ging het dus mis, hè. Toen dacht ik, oh god nee. Laat dit niet aan mij voorbij gaan. Ja, ja. Het was goed zoals het was. We hadden nog jaren naast elkaar door kunnen blijven schilderen. Ja, en heel gelukkig zijn samen. Maar toen jij zei, je mag niet meer komen. Dat, zo zei ik het niet. Nou, het kwam er wel zo'n beetje op neer. Ja. Ja, want ja. Mijn grond werd jou te heet onder de voeten. Ja, ja, ik dacht, dit loopt uit de hand. En ja, je hebt een gezin, dus is het een verboden vrucht. Dat doe je niet. En de vrouw van een ander, dat is merkwaardig, misschien een beetje primitieve ethiek. Maar die verboden vrucht, die was toen nog heel erg verscholen. En op een gegeven moment, ja, hoe dat gelopen is, dat dingen ontwikkelen zich. We hadden het zo naar ons zin met elkaar. We hadden het thuis minder naar ons zin, zwak uitgedrukt. Dat het was, die verboden vrucht, die werd hoe langer hoe aantrekkelijker. En dan is die ook op een gegeven moment niet meer verboden. Dan moet je er maar van gaan eten. Toen wij elkaar als vrucht herkenden,
Toen hebben we hem ook vrij betrekkelijk snel geconsumeerd. Ja. Maar we... heb ik toegehapt. Tada. Hij is wel mooi, hè? Ik kan hem nu mee. Je krijgt binnen het paradijs natuurlijk nooit voor elkaar om het zo te verstoppen, hè, hier en daar. Dat is een veel reëlere wereld, maar ik wil in het paradijs wel een paar gekke dingen doen, wat ik al zei, om dierfiguren uit andere schilderijen en uit die ontdekkingsreizigers erin te zetten. Dus een beetje dieren die, geen echte dieren, door mensen getekende dieren. En het is misschien toch ook leuk om wat uitgestorven dieren erin te zetten. Dat ja, dat vind ik wel doen. Heel erg leuk. En de misschien dodo toch ook wel. Ja, de dodo. En misschien toch ook wel hier of daar een fabeldier. Mag dat ook? Ja, voor mij natuurlijk. Ja? Ja, logisch. Ik vind het ook een leuk idee. Ja, en de stier van Lucas met vleugels. Prima. Binnenkort rechts rijden en de A2 verder volgen. Ik hoop dat ze in het museum in Stijn ook een opgezette tasmanduivel hebben. Oh nee, zo'n tasmanwolf. Ja, met die streepjes aan de... Nee, die duivel die is er nog. Maar die, maar die Tasmaanse wolf... Ja, die schijnt toch weer gevonden te zijn. Eén exemplaar, hè? Ja, ze schijnt dus niet uitgestorven te zijn. Met die streepjes aan de achterkant. In Tasmaanse duivel hebben ze zelfs in Pleidorp. Ja, nee, ik vergis me. Die Tasmaanse wolf, die wou ik graag. Ja. Ik hoop dat ze die... Ook wel een koe in het paradijs. Ah, oeh.